Prins, ja, u staat hier de genodigden op te wachten. Ja. Want wat is er aan de hand? Ja, we hebben een 50-jarig jubileum. Een reunie van Yin. Ja, dat is een novum eigenlijk. Eigenlijk te dol om waar te zijn. Yin, dus, wat was dat? Ja, dat was een jeugdsociëteit die ontstond in 1969. Maar 7 jaar bestaan heeft. En een enorme impact gehad in die 7 jaar. En dat resulteert nog steeds, 50 jaar na datum, in een gezellige reunie. Ja. 50 jaar geleden is de sociëteit opgericht. Ja. Wat deden jullie? Nou, fantastische programmering. Het liep een beetje parallel met Bibelo. Bibelo was een club. Dat waren de katholieken, hè? Ja. Ja, je zou kunnen zeggen dit was een protestantse onderstroom, had deze sociëteit. Maar ja, het was een magneet, een plek waar je gezellig kon kletsen, wat drinken en van gedachten wisselen. Dat was een bijzondere magneet in een woelige periode. En waar deden jullie dat? Dat deden we op het Grote Kerksplein, helemaal bovenin, dus onderin de Duitse Jazz-sociëteit. Hoe lang bent u lid geweest? 5 jaar of zo, denk ik. 5 jaar. Ja, ik had het laatst met iemand over, Kees Beekhoff, dat alles bij elkaar is nog maar 6, 7 jaar kind geweest. Dus het heeft geen eens zo heel lang bestaan. Waarom bent u lid? Leuke mensen, leuk met je eigen achtergronden. Die waren weliswaar verschillend, maar ja, never a dull moment. En er was ook heel vriendenclubjes geworden. Gingen mee op vakantie, gingen met weekenden mee uit. Leuk. Ja, om toch wel de verscheidenheid van het programma. Dat, muziek, praten, gezelligheid, ja. Ja. Zat u er toen ook altijd zo bij? Rustig en genieten, jazeker. Ja, ja. Van de optredens en van een drankje natuurlijk, dat hoort er allemaal bij zoals je op de foto's ziet. We verschillen niet zoveel met de huidige jeugd volgens mij. Yin, het was een hele leuke sociëteit waar ik heel graag kwam. Waarom kwam u daar graag? Nou, op een gegeven moment kwam het omdat er een hele leuke jongen was. En daar ben ik uiteindelijk ook mee getrouwd. Nog steeds? Ja. Dat is een van de organisatoren van vandaag. Dus dat was een goede voedingsbodem daar voor een goed huwelijk. Ja, dat klopt. Want ik geloof dat er zo'n 20 stelletjes zijn ontstaan. Ja. En ontstonden er ook romances? Oh, heel veel. Ik denk dat ik schat dat de helft van wat hier rondloopt elkaar ontmoet hebben op Yin en ook getrouwd zijn. Ik zelf ook met mijn vrouw, die heb ik daar ontmoet. Op een slotfeest in Loevestein. Dus ja, daar zitten allemaal leuke herinneringen aan vast. Was er anders weinig te doen in die tijd voor de jeugd dan behalve zo'n sociëteit? Ja, wij waren niet van de afdeling disco. Ik bedoel, je had vroeger discotent en dan kwam je binnen en dan kon je elkaar ineens bestaan. En als je dan verder weinig aansloes had, dat je denkt, wat sta ik hier nog te doen? En bij Yin kon je normaal een gesprek voeren. Ja, leuk. Meneer Hensema, de bekende Dordtse tekenaar, was u ook lid van de club? Ik ben zo nu en dan wel eens geweest daar zo. Maar ik was niet indirect lid. Mijn Florine die kwam daar met regelmaat. Echtgenote? Ja, maar iemand is mijn echtgenote. U heeft hem af en toe een beetje daar naartoe gelokt, naar Yin? Nee, met hem niet. Wij woonden allebei op het hofje, Slingerlandhof. Maar dan had je twee groepen. Maar ik heb hem wel op het hofje leren kennen. En dan kwam hij elke woensdag macaroni eten bij mij. Dus. En daarna hebben we elkaar meer naar het dolhuis en zo. Als jullie naar die sociëteit gingen, wat deden jullie dan zo'n avond? Nou, gezellig onderling. Ik kwam dus veelal in de Meijerijse kar. Oh ja. En het avontuur. En als je over het avontuur sprak en zo, Florine ging dan ook wel eens mee in dat avontuur, ook naar de Meijerijse kar. Dat was met de tijd van Jan Eikelboom, dus je had natuurlijk in Dordrecht ontzettend veel clubs.
En dus wat dat er gaat, ja, was toch wel leuk allemaal. Op zaterdagavond was het gewoon gezellig met de hele club. HTS'ers en zo. Ja, ook. Gezellig kletsen, dansen misschien ook nog wel, feestvieren. Fantastische programmering. Een heleboel beroemde artiesten die hebben daar hun eerste try-outs gehad. Ja, noemen ze wat? Joep van het Hek, beroemde Belgische chansonniers. En ja, god, een hele lijst. Martine Bijl, nou, moest ik laatst ook al denken, is ik overleden. Van Dijk, Louis van Dijk, Jules de Korte, Bram van Meulen, Freek de Jonge. Die vonden het denk ik gewoon leuk, omdat het heel intens was. Hè. Ze zaten heel kort op het publiek. En Louis van Dijk die bleef een weekend hangen bij een van de mensen. Ik weet niet meer wie. En dan bleef hij slapen en de volgende dag gingen ze gezamenlijk naar de kerk. Ja, ontzettend leuk. Ontzettend leuk. En Joep van het Hek is bij ons begonnen met try-outs. En mensen die nou... Ja, we zaten net nog even te kijken naar een mooie, hele poëtische... Vlaamse troubadour, Neil Koontz, prachtige muziek. Ik heb er heel veel aan overgehouden. Met heel veel vrienden het gemaakt eigenlijk en waar ik nog steeds contact mee heb. Heel steeds na al die jaren? Ja, absoluut. En eigenlijk het belangrijkste, ik heb mijn partner, mijn vrouw leren kennen. Dat heb ik bij heel veel gevallen gehoord. Ja, ja dat, Jin was ook een soort huwelijksbureau. Daar, ja, heel veel mensen hebben daar hun partner gevonden. En een groot deel daarvan ja, is nog steeds bij dezelfde partner gebleven. Was het een leuke sociëteit? Ja, zeker weten. Ontzettend leuk. Bent u lang lid geweest? Van begin tot eind. Dus ja, erg leuke dingen gedaan altijd. Ja, vertel eens wat voor dingen. Nou, Martine Bijl trad op en Louis van Dijk en Jules de Korte. Dus echt allemaal die later groot geworden zijn daar begonnen. Ik begrijp, er werden veel optredens geregeld. Het was een beetje, er werden veel optredens geregeld, ja. Veel try-outs. Altijd wel zaterdagavond. Vrijdagavond gezellig, zondagavond gezellig. En zaterdagavond optredens. En we gingen dan na afloop ook nog wel met de artiest in discussie van, ja, want hij wilde natuurlijk graag weten hoe vonden jullie het en wat vonden jullie minder goed. Nou, daar hebben we toch steeds geprobeerd een bijdrage aan te leveren. Hoe zat het met de drank? De drank? Ik heb het daar geleerd. Nee hoor. Werd er flink ingenomen? Dat was allemaal binnen het normale, dus nee, dat ging allemaal goed. Geen excessen? Nee. Gelukkig niet. Ja, drugs, had je die toen ook al? Heb ik niks van gemerkt daar, nee. Het is allemaal heel netjes. Maar goed, ja. Je moest wel lid worden van zo'n club? Je moest er lid van worden. En ja, dat was een extra stimulans, ook voor mensen die van Jin hoorden, om naar binnen te mogen. We moesten vaak trapwacht om te voorkomen dat er golven buitenstaanders naar binnen wilden. En ja, dat moesten we tegenhouden. Je had ook een bibelot hier in Dordt. Klopt, gingen we ook naartoe, ja. Ook leuk, ja. Ja. Dat waren de katholieken, hè? Ja, maar was ook prima. Maakt het er voor u niet uit? Gezellige mensen, dus ja. Ach, je bent jong, hè? Ja. Het publiek bij Bibelo was iets jonger. Bij ons werd het al langs. Ja, we hadden eigenlijk in het begin 20 jaar als grens gesteld. Minimumleeftijd. En ja, naar boven hadden we geen grens. Nou is het, nou ja. Amper 7, 8 jaar is het opgehouden te bestaan. Dat is eigenlijk relatief kort. Het is zeker heel kort. Het was ook heel jammer dat we op een gegeven moment moesten zeggen, ja, we moeten toch gaan sluiten, want de inkomsten liepen terug. De bezoekersaantallen liepen natuurlijk terug. We konden niet meer die programmering bieden die we graag wilden. En ja, dat heeft ertoe geleid dat we zeiden, nou, dan kunnen we beter op een verstandig moment de boel stoppen. Want dan kunnen we in ieder geval ook iedereen nog betalen en de zaak gewoon zonder een faillissement de deuren sluiten. Toch hier zo'n 100 mensen over de vloer die na 50 jaar een reunie komen vieren. Ja, zeker. En die ook met enthousiasme hier naartoe komen.
daar zijn we ook heel blij om. Ik ben dus oud-Dortenaar. En je kent bijna iedereen, maar je kent er toch heel veel. En dan is het gewoon leuk om aanwezig te zijn. Al veel oude bekenden teruggezien? Ja, ik doe een rondje is overdreven, maar ik heb er dus al een stuk of 12 heb ik al gesproken. En ik heb er nog wel een stuk of 20 te gaan, denk ik. Dus... Heb je het dan over? Ja, de ene kent mijn broer en de andere kent mijn zus. En mijn broer, twee andere broer heeft orgel gespeeld in de kerk, dus die... Ja. En de een is met een dochter van dominee Ton getrouwd. Dus die is ook een bekende Dortenaar geweest. Dus zodoende gaat de geschiedenis weer door. En soms kom je mensen tegen dat je denkt... Ik moet echt vragen, want je bent ze helemaal kwijt. Stukje ouder geworden, hè? Zeg u? Stukje ouder geworden. Ja, dacht het wel, ja. Het zit allemaal rond de leeftijd van 70, denk ik. Jin had gewoon iets speciaals. Als je daar binnenkwam, dan voelde je gewoon warmte om je heen. Ja. Waar kwam dat dan door? Door de muziek waarschijnlijk en ja. En door de mensen die er kwamen, ja.